gemeenteboek. Dit boek heeft de Gouden Griffel gewonnen. Het gaat over drie kinderen die wonen in het westen van Nederland. En daar was tijdens de oorlog was er heel veel armoede, heel weinig te eten. Dus die moesten daar weg en die gingen naar het noorden. Die zijn alle drie naar een ander adres gegaan. En dat wordt beschreven in het boek hoe die kinderen dat ervaren, dat ze alle drie op een andere plek waren. Welkom dat jullie er allemaal zijn. Ik vind het hartstikke leuk. Mijn naam is René en ik ga jullie wat vertellen over de dieren die ik mee heb genomen. Zoals jullie al wel hebben gezien, zijn er van allerlei dieren. Ik heb er zelfs al eentje vast. Want wat is dit? Een slang. En weet iemand toevallig de soort? Ja, weet jij? Rode rattenslang. Heel goed. Ik heb nog meerdere kleurslagen meegenomen. Ik heb nog twee assistenten. Willen jullie die kleurslagen laten zien? Het zijn hele kleine slangetjes als ze geboren zijn. En ook heel erg dunne. Dan hebben we hier nog een rode rattenslang. Maar wat valt jullie op? Deze is helemaal niet rood. Nee. Dit is een albino. En die noemen we een snow, deze kleurslag. We gaan naar een python. Dit is een koningspython. Koningspython komt uit Afrika. En die leeft daar in de tropische delen. Maar eigenlijk heeft dat verder geen reden. Nee. Ook deze soort wordt heel veel gehouden in Nederland door veel liefhebbers. En er zijn al 5000 verschillende kleurtjes van. Dus ook hier worden, alleen dit is gewoon zoals je ze in de natuur zou tegenkomen. Deze is ongeveer een kilo, het dier wat ik vast heb. De zwaarste koningspitons zijn denk ik een kilo of 3, 3,5. En als ze geboren zijn, dan wegen ze 50 gram. Dan zijn ze echt van die hele kleine wormpjes. Maar dan eten ze al wel muisjes. Weet dat ik niet de enige ben.
Maar het was echt niet te doen, zelfs de conciërge was compleet van de kaart. Oh, oh, was het Simon daar op links of was het Nick daar op rechts? Was het Jan daar vooraan of stiekem toch de lerares? Wie liet hem oe, ah, liet hem gaan? Wie liet hem oe, ah, zomaar gaan? Het is niet te doen, kom hier eens bij me staan. Oh, wat een lucht, ik kan het niet meer aan. En een watergaan, die wordt heel veel gehouden als huisdier. Ze zijn vaak ook heel rustig en heel makkelijk vast te houden. Een blauwtongskink lijkt een beetje op een slang, maar heeft wel wat pootjes. Komt ook uit Australië, is hartstikke mooi, hè? En deze leeft ook wel gewoon in steden. Nee, de vogelspin gaan we straks niet vasthouden. Hè, die laat ik nou even zien. En dit is de Mexicaanse roodknievogelspin. Elke keer als ze zijn verveld, dan worden ze wat groter.